Hoe zit het met die Goed Heiligman? De Goed Heiligman is zogezegd weer in het land. En heel Nederland staat in het teken van deze man en zijn knechten. De afgelopen twee jaar ben ik toch gaan twijfelen aan dit feest mede door het ontdekken van zoveel onwaarheden in de wereld. Het verhaal over de Goed Heiligman past helemaal in de ideologieën van de wereld. En dus vroeg ook dit om wat uitzoekwerk. Eerst even terug in de tijd. Kun je het je nog herinneren? De spanning van je schoen zetten, surprises op school maken, pakjesavond en ga zo maar door. Het Sinterklaasfeest is toch een leuk kinderfeest? Het is allemaal voor de kinderen. De kinderen lekker verwennen en ze een goed gevoel geven. Als we maar, als we maar plezier kunnen hebben. Ik vroeg mezelf laatst af of dit echt het geval is. Eigenlijk is het Sinterklaasfeest gewoon gebaseerd op een leugen, toch? We liegen onze kinderen voor en houden ze zo lang mogelijk weg bij de waarheid. Ach, het is maar een leugentje om best wil zeggen we dan. Het is niet schadelijk en kinderen vinden het fantastisch. Dus laten we ons er maar niet te druk om maken. Dit ruikt naar onverschilligheid. Een bekende predikant zei laatst in een preek zo mooi: onverschilligheid is demonisch werk in deze wereld. Toch kan ik me daar erg in vinden. Deze onverschilligheid. Maakt dat wij ons niet druk willen maken om onwaarheden, omdat we gewoon ons leventje willen leven. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind met pakjesavond snel jaloers kon worden op mijn zusje. En ook andersom. Alle pakjes waren in no time uitgepakt. En oef, als iedereen maar evenveel kreeg. Vaak worden kinderen hebberig van dit feest. We leren kinderen bezig te zijn met zoveel mogelijk hebben en materialisme. Het is ook nog eens een heel oneerlijk feest. Want zodra je de dag na pakjesavond op school kwam, moest je wel jouw cadeaus met die van je vriendjes vergelijken. De rijke kinderen kregen altijd meer van die zogenaamde eerlijke goedheiligman. Zegt Jezus niet in de Bijbel dat het moeilijk is om het koninkrijk van God te beërven voor de rijken en dat we geen schatten op aarde moeten verzamelen? Voor God is aardse rijkdom helemaal niet belangrijk. De Satan leert ons juist wel met rijkdom en aardse dingen bezig te zijn. Het opwekken van jaloezie en hebberig zijn is naar mijn idee dus niet iets van God. Ik geloof absoluut dat God de aarde en de mens ooit schiep zonder leugens. De mens was vrij van zonde en loog niet. Op geen enkel vlak. Totdat Satan hem, Adam, misleidde. En Adam een leugentje om best veel aan God vertelde. Ach. Het viel toch best wel mee wat ze hadden gedaan. En het was ook niet zijn schuld. Is dat niet precies wat we nu ook doen? Een leugentje voor het beste van onze kinderen? Leren we daarmee onze kleine kinderen niet dat je soms best mag liegen? Ja, ik betrap mezelf er vaak genoeg op. Een leugentje om weswil. Daarom nam ik ook dit feest eens onder de loep. Ik vraag me af of dit is wat God van ons als ouders en grootouders vraagt. Hebben onze kinderen niet, niet gewoon recht op de waarheid? Wie was ook alweer de uitvinder van de leugen? Juist ja, dat is Satan. De Bijbel schrijft heel duidelijk dat Satan de uitvinder is van de leugen. En dat hij één aan alle leugen is. En dat hij zelfs de vader van alle leugens is, zoals staat in Johannes 8, vers 44. God maakt in zijn woord geen onderscheid tussen verschillende leugens. Hij zegt niet. Oh, deze leugen om bestwil mag wel en deze niet. Nee, voor God is een leugen een leugen. Een leugen kan niet voor de helft wel waar zijn. Denk maar eens even aan de situatie waarin we vandaag de dag leven. Als je weet dat de prik een leugen is en dus een wapen van Satan, is dan de rest van dit verhaal ook niet een leugen? Of zou de prik wel een leugen zijn en het testen niet? Of zijn de prikken en de testen beide een leugen? Maar is het zogenaamde virus toch echt? Nee, toch? Een leugen is waar of niet waar? Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en weten ze dat alles gelogen is. In volgende studies en blogs meer hierover. Dus voor God is er geen verschil en zijn we als ouders en grootouders onze kinderen aan het voorliegen? Ik zei laatst tegen mezelf: Het klinkt wel hard. Maar eigenlijk doen we net als Satan. Tja, ik kan het niet mooier maken dan het is, eerder nog slechter. Want hoeveel kinderen zijn er vaak bang voor deze goed man en zijn knechten? Angst is niet van God, maar van de tegenstander. Vaak zijn wij het die willen dat ons kind op de foto gaat met deze heilige, hoe bang het kind ook is. Ik vraag me dan af: wat is de meerwaarde van dit hele feest? Als voormalig kleuterjuf speelde ik het spel natuurlijk ook mee. Sterker nog, ik was zelfs hoofd van de Sint- en Kerstcommissie. Als ik daaraan terugdenk, dan denk ik: wat was ik aan het doen? Ik was toen echt nog een leeg mens, zonder eigen denkvermogen. Oftewel, een slaaf van het wereldse systeem en alle wereldse bedenksels. Wat ben ik ontzettend dankbaar naar God dat Hij me heeft geleid in het leven en mij op de plek heeft gezet waar ik nu sta. Ik ben blij dat deze plek niet meer in het onderwijs is, want ik weet zeker dat dit om allerlei redenen nooit goed was gegaan. Naast dat het Sinterklaasfeest een en al leugen is, heeft het feest ook een bijzondere geschiedenis. Is dit zogenaamde onschuldige en gezellige kinderfeest vanuit geschiedenisoogpunt ook echt onschuldig? Het Sinterklaasfeest is eigenlijk een vermenging tussen de Rooms-Katholieke heilige verering en Germaanse afgoden. Deze Germaanse afgodedienst was er aan het begin van de winter op gericht om de God Wodan te vereren. Volgens de Rooms-Katholieke geschiedenis werd in het tweede deel van de derde eeuw Nicolaas geboren. Nicolaas zou een zeer bijzonder kind zijn en wonderen hebben meegemaakt. Hij ging op pelgrimstocht naar Jeruzalem. En zou de armen en de zwakken onder de bevolking geholpen hebben. Na zijn dood op 6 december 342 werd hij bekend en vereerd. Nederland leerde Sint Nicolaas kennen via de handelscontacten met de Spanjaarden, waardoor de Sint voor het gemak maar een Spaanse bisschop werd. Sint Nicolaas werd een belangrijke beschermheilige van onder andere de hel, de zee, scholieren, kinderen, schippers, gevangenen hoeren en juristen. Vanuit Germaans perspectief kijken we naar de god Wodan. Dit was een zeer belangrijke god voor de Germanen. Hij was de god van oorlog en dood. Hij bracht de zielen van overledenen met zijn paard naar de onderwereld. Daarnaast schonk hij de mensen rijkdom via goede oogsten. Wodan droeg een grote hoed, had een lange baard, was gehuld in een wijde mantel... En had in zijn hand een speer, een toverlans, met een slangenkop. Met zijn achtbenig paard raasde hij door de lucht samen met zijn demonen. Wodan was een veelijzende god en daarom moest er regelmatig aan hem geofferd worden. Aan het einde van de winter brachten de Germanen, onder leiding van tovenaars, offers aan hem en vierden ze feest rond een vuur. Er werden ook geschenken aan elkaar gegeven. Beginnen al deze bijzondere geschiedenisverhalen al een beetje neer te dwarrelen? Ik schrok best wel. En al deze duistere zaken die betrekking hebben op ons zo onschuldig lijkende kinderfeest? Duidelijk is dat het feest een vermenging is van meerdere zaken uit de geschiedenis bij elkaar. De mythe gaat verder, want tijdens de donkere dagen zaten de Germanen bij hun open haard. Door het brede rookgat hoorden de mensen Wodan door de lucht scheren samen met zijn demonenleger. De open haard en het rookgat hadden een bijzondere betekenis. Langs die weg trad de geestenwereld hun leven binnen. Voor mij klinkt dit niet echt als het onschuldige schoentje wat bij de open haard neergezet moet worden. Ik moet dan gelijk denken aan Sinterklaas' kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Maar dat wordt dan ineens iets heel anders, want Wodan is niet echt een schattig kapoentje. Dat zet je wel behoorlijk aan het denken. Om Bodan gunstig te stemmen, deden de Germanen dan het volgende. Ze zetten hun klomp bij de open haard met lekkers voor het paard van Bodan. Komt je dat niet bekend voor? Wij laten onze kinderen hun schoen zetten bij de open haard of kachel met lekkers voor het paard van Bodan. Of is het dan de heilige Sint-Nicolaas, om hem gunstig te stemmen en de demonen op afstand te houden. Het leidt steeds gekker te worden. Hoe zit het eigenlijk met Zwarte Piet? Overigens noemen we hem tegenwoordig gewoon Piet, omdat het te veel aan de slavernij doet denken. Het tegendeel is echter waar. Zwarte Piet heeft helemaal niks, maar dan ook niks met dit feest en zijn mogelijke slavernij te maken. Pieten worden gezien als de zwarte demonen van Wodan. Een van zijn demonen, Oe, had een zak op zijn rug om levenszaden uit te strooien. Roe komt van het woord oeleman en dat betekent schoorsteenveger. De roe en de pepernoten, toen de tijd waren dat noten en erten, zijn van oorsprong erotische symbolen en werden in die tijd gebruikt om mee te slaan en te strooien. Dit zit stond symbool voor het opwekken van de vruchtbaarheid, een gebruik dat we misschien ook wel herkennen in het strooien van rijst tijdens een bruiloft. Zo heeft al het snoepgoed stuk voor stuk een eigen betekenis. En dat vooral op erotisch en vruchtbaarheidsvlak. Is deze Sint dan wel een echte goed heilig man? Waar komt dat vandaan? Eigenlijk betekent Sinterklaas goed huwelijksman. Vele eeuwen lang was Sint Nicolaas namelijk ook de heilige die voor een meisje een man zocht. Dan nog het boek van Sinterklaas. Dat is regelrecht een scholvering naar onze echte heilige God. Dit boek is erbij verzonnen. Deze misleiding van Sinterklaas kunnen we herleiden naar Openbaring 20. Hier spreekt de Bijbel over jouw naam die geschreven zal zijn in het boek des levens. Inmiddels is het volgende duidelijk: het Sinterklaasfeest is een opsomming van leugens, godslastering, seksualiteit, verering van demonen en geesten, het gunstig stemmen van goden en ga zo maar door. Voor mij is dit een pijnlijke conclusie. Helaas is er nog meer wat aan dit feest kleeft. De god Wodan is te herleiden naar het oude Babylon. In Babylon heeft hij de naam Odin, Adon, Nimrod of zelfs Baal of Baal-Moloch. Baal was de afgod waaraan kinderen geofferd werden. Wodan is dezelfde god als Babel en dus kunnen we concluderen dat dit occult is. 5 december is de feestdag van deze god Baalmoloch. De Hedendaagse heksen noemen dit ook wel de feestdag van Lucifer. En toevallig is dit ook de verjaardag van onze Sinterklaas. De mijter en de staf van Sinterklaas zijn afkomstig uit de Rooms-Katholieke kerk. De mijter moet een vissenbek voorstellen en wordt gedragen ter verering van de God Dagon. Deze god staat beter bekend als Baalmoloch. Ook de huidige paus draagt een soortgelijke vissenbekmijter. In onder andere Hongarije, Oostenrijk, Slovenië, Italië en Tsjechië wordt Sinterklaas ook gevierd. Hier gaat dit er wat anders aan toe dan bij ons. Sinterklaas heeft daar ook zijn hulpjes, net als Wodan. In Nederland maken we er een vriendelijk figuur van, zoals een Piet. In deze landen blijven ze dichter bij de oorsprong. De hulpjes van Sinterklaas worden daar ook wel krampoes genoemd. Volwassenen verkleden zich in deze landen op 5 december als krampoes. Dit zijn demonen in de meest verschrikkelijke duivelse outfits. Ze maken kinderen bang en mij eerlijk gezegd ook. De gedachte is dat ze hiermee de kwade geesten verjagen. Hoe kom is dit eigenlijk, aangezien deze krampoes zelf al doodeng is om te zien? Er wordt feest gevierd in de straten en de krampoes lopen rond met hoorns, bloed en zijn omgeven door vuur en duisternis. Het lijkt soms net of dit feest als een olievlek aan het verspreiden is. Want ook op de Waddeneilanden eilanden en in Vlaanderen worden regelmatig krampoesfeesten gegeven. Op internet vind je schrikbarende beelden van deze feesten. Halloween is er niks bij. Het woord krampoes komt overigens van het Oud-Duitse woord klauw, wat krampen is. Wat we kunnen concluderen is dat dit kinderfeest een stuk minder onschuldig is dan we misschien dachten. We moeten natuurlijk niet vergeten dat Satan rondgaat als een brullende leeuw en alles kapot wil maken. Hij doet dit op slinkse wijze. Zo misleidt hij kinderen, maar ook volwassenen. Hij laat het naar ons onschuldig lijken en gebruikt daarvoor de tactiek van onverschilligheid, precies waar de mens heel gevoelig voor is. Eigenlijk is het Sinterklaasfeest een occultfeest en vereren we indirect de tegenstander van God. Kinderen worden vanaf jongs af aan geprogrammeerd om te hebben, jaloers te zijn, te liegen, een heilige te vereren, bang te zijn, angst te hebben en slaaf te zijn van Satan oftewel de overheid. Want wanneer we ons goed gedragen en iets lekkers voor het paard in onze schoen doen, worden we beloond. Lijkt dat niet op de huidige tijd? Wanneer we gehoorzamen en we halen ons prikje, dan worden we beloond met een stukje vrijheid. Net zoiets als: wanneer een hond netjes gaat zitten, krijgt hij een snoepje. Of: wanneer je je prikje gehaald hebt en netjes luistert, mag je bij de intocht van deze misleidende goedheiligman zijn. Oftewel, misleiding op misleiding. Een kind leert dat het normaal is om dit gedrag te vertonen. Leren wij onze kinderen nog kritisch nadenken en God te zoeken in alles? Of volgen we alles klakkeloos op en zijn we onverschillig? Want ja, we willen ons leventje zo graag mooi en leuk houden. God vertelt ons dat we hemelbewoners zijn en geen aardbewoners. Wij verblijven hier op aarde tijdelijk en zijn dus enkel op doorreis. We zijn op reis naar onze toekomstige bestemming, de hemel. God vraagt van ons dat we ons niet gelijkstellen aan de wereld. Dit betekent dus dat we op alle terreinen keuzes moeten maken. Want ook dit kinderfeest is een feest van de wereld. En de God van de wereld is Satan. Dat is best een heftige gedachte. Want hoe nu verder? En wat moet je je kinderen nu gaan vertellen? Ook wij hebben hiermee te maken. Onze kinderen zijn 9 en 11 jaar. Het Sinterklaasfeest betekent voor hen ook plezier. Ik denk dat het begint bij de waarheid aan je kinderen te vertellen, hoe jong of oud ze ook zijn. Misschien kun je uitleggen waar het feest vandaan komt. Op school zullen ze hiermee moeten dealen en zo goed mogelijk een beetje moeten meespelen. We kunnen school en het systeem niet veranderen. Het enige waar wij iets aan kunnen doen, dat zijn onze eigen keuzes hierin. Wij hebben besloten met de kinderen iets anders te gaan doen. Natuurlijk krijgen ze een cadeautje, maar Sinterklaas en Piet die zijn er even niet. We gaan gezellig koken of bakken met elkaar en spelen een spelletje met wat chips. En natuurlijk pakken we ook wel wat cadeautjes uit. Het belangrijkste is: de kinderen leren dat God op de eerste plek staat en dat de leugens van de wereld niet van God zijn. We moeten ze voorleven, want dat is onze Bijbelse opdracht. Wanneer we hen het goede voorbeeld geven, voelen kinderen zich er uiteindelijk ook comfortabel bij. Maar dat zal even tijd nodig hebben. Daarnaast is een beetje strijd helemaal niet erg. Want strijd loutert ons en onze kinderen en brengt ons allemaal dichter bij God. Een wappie zijn op alle gebieden is misschien juist wel wat God van ons vraagt. Onze beloning zal groot zijn. Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het is bijna onmogelijk om in deze wereld te breken met al dit soort zaken. Maar ergens zullen we wel stapjes moeten maken zodat we ons volledig kunnen richten op Jezus en op zijn komst. Want zijn komst is dichterbij dan ooit. In 1 Petrus 1, vers 14 tot 16 staat zo mooi: Wees als gehoorzame kinderen. En geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven. Wees heilig, want ik ben heilig.